Hallo mensen, welkom weer bij een nieuwe SMP, Geniaalse P. En we zijn, dit is de eerste aflevering die we beginnen op de nieuwe woonplaats. En zoals je ziet heb ik maar half hartje. Dus ik ga deze berryboetjes heel voorzichtig verzamelen. En ik heb een half hartje omdat ik ben gepoisoned door een heks. Heksen zijn een van de gevaarlijkste mobs in de hele game. Gewoon, wacht even, mijn geluid zo zetten. Gewoon door die poison, hè. Omdat... Twee berries gespeeld. Omdat die poison nu zo snel zo laag HP kan brengen, dat is echt gevaarlijk. Okay, wat het eerste wat ik nu ga doen is mijn ovens neerzetten, want ik heb heel veel eten. Eigenlijk veel ores. Om. Dat moet ik niet gaan doen. Want ik heb nog heel veel koper dat moet gesmolten worden. Want ik heb niet heel veel mijn rauw koper. Ook al kan dat misschien wel gebruiken. Oh. Die heeft daar. Oké, okay, ik ga een drone gaan killen. Omdat hij golden armor heeft. Maar ik ga het toch niet riskeren. Wacht, zijn al mijn golden caddis al op? Die ik gisteren had verzameld. Ja. Oké. Voilà. Is het hier nog? Er is een paar ores die ik nu wil smelten. Ja, deze. Wacht, heb ik nog iron? Ik denk dat ik alle iron gesmolten. Ja, mijn kist is niet meer georganiseerd zoals gisteren. Allee, georganiseerd. Ik had gewoon alle goede stuff bij de goede stuff gezet. Maar dan komt gewoon Creeper heeft een kist laten exploderen. Ik heb geen items verloren. Oké, ik dacht even dat. Dat is dus een het bewijs van het Creepergat. Kijk. Maar je mag geen zorgen, ik zal het nog wel fixen. Oh, er is een nieuwe hond. Ach ja, waar is mijn rode hond? Ah, hier zit je. Ik denk dat ik hem ga meenemen voor bomen te gaan hakken. Want dat is eigenlijk nu de planning. Zodra ik eten heb. Ik heb mijn hond en ik ga heel veel hout hakken. Want voor het huis wat ik heb gepland, heb ik heel veel hout nodig. En zoals ik al gisteren heb gezegd, de basis van het huis, het meeste, ga ik niet zelf verzonnen. Misschien bijna alles, maar. Ja, ik heb het liever zo, dan dat ik het niet zeg, of dat ik een lelijk huis heb. Dat ik zeg van ja, ik heb het helemaal zelf bedacht, want ja, dat is niet zo. Ik heb al een paar mooie huizen gemaakt op mezelf, maar ik denk toch niet. Ik wil echt een SP een mooi huis hebben. Oké, ik kan even wat extra eten bakken. En dan gaan we een mooie plaats zoeken voor hout te hakken, samen met deze guy. Voilà, hier ben ik dan. Zoals je ziet ben ik heel ver weg van normale beesten als ik gewoon. Ik ben nu bij de ruïne naar de portal van vorige aflevering. Ik hoop gewoon niet dat de bomen bij mijn beest ja, verstoord worden. Als dat het juiste woord is. Hoe krijg ik nu mijn hond hieruit? Gewoon zo? Of staat hij nu gewoon recht in de boot? Dat kan ook. Ik wil de boot wel weghaken, maar dan gaat het wel gevaarlijk zijn. Voor de hond, niet voor mij. Voilà. Ik had geen naam bedacht. Misschien hebben jullie al een naam achtergelaten in de comments, maar ik denk van niet. Maar als dat zo is, en ik heb hem nog altijd niet gebruikt, deze video's worden heel, heel, heel hard op voorhand opgenomen. Normaal komt deze 2 dagen. Kijk, daar zijn echt van die gigantische spruisbomen. Wauw. Oké, kom. Want deze aflevering komt natuurlijk na de ontdekkingstocht. Dit is dus een vierde aflevering, maar deze wordt opgenomen voordat de tweede aflevering nog maar online is gekomen. Oh, let's go! In een daily tree. Let's get it. Hier is dus een lush cave onder. Oké, dat is dus perfect. Ja, oké. Dat is heel nice. Oh, hier is ook een babywolf. Dus ik ga mijn weg banen. Een van die grote bomen en ik ga beginnen te choppen. Hier is ook mossy cobblestone. En sinds dat mijn dak wordt gemaakt van cobblestone, denk ik dat het ook wel interessant is om ineens allee, dit mee te nemen. Want ja, ik kan natuurlijk niet het hele dak maken met mossy cobblestone. Dat is misschien een klein beetje overdreven, zo een paar stukjes. Dat echt zo dat gevoel van echt een boshuis. En trouwens, de eerste boom heeft mij iets meer. Eén log meer om precies te zijn hout te geven, dus dat vind ik al een goed begin.
Boom, boom, boom. Ik was mijn bed vergeten. Hier. Dus ik ben helemaal terug moeten komen. Dan kan ik hier slapen en dan kan ik mijn bed meenemen. Maar nu ik hier toch ben, ik ben ineens gewoon monster ontkillen, want ik ben bijna level 30. En een chopping table zal ook wel niet zo ver weg zijn. Dus ik ga deze monster choppen. Ik ga slapen. Hé, hey, dat is mijn XP. Oké, kijk, ze spawnen dan. Oh, dat zijn creepers. Dat zijn creepers. Oké. Ofwel explodeert geen water, ofwel explodeert geen. En dan ga ik terug en dan ga ik nog veel hout hakken. Weet je wat toen die kids aan het zeggen was, hoe erg de bootglitch was? De bootglitch heeft zo net de hond die nog niet eens zijn naam had gekild. Ik kwam hier aan met mijn boot. De boot verdween. En hij verdween er ook mee. Ik kan alleen maar hopen dat we net zoals mijn vorige boot... Ah, oh, een baby schildpad. Ik word afgeleid. Net zoals mijn vorige boot die terugvinden en hopelijk zit de hond erin. Want dit is echt de slechtste manier om een huisdier in Minecraft te verliezen. Ik ben nog altijd sad over wat met de honden is gebeurd. Maar in deze baai heb ik wel een supercoole ijsberg gevonden. Waar letterlijk lava uitkomt. Een ijsberg waar lava uitkomt. We moeten toch even dit inspecteren. Ik weet dat we eigenlijk wel moeten hakken en ik ben 100 verschillende dingen aan het doen. Maar dit is cool. En eigenlijk, ik had nog wel hoop dat de hond misschien terugspawnt. Want de vorige boten, maar die had ervoor als Maarten vroeger. Die zijn ook teruggekomen. En ja, ik hoop deze ook. Het is echt wel spijtig. Maar ik wil eerst deze berg beklimmen. Oh, sneeuw. Tada. Oh, dit is echt mooi. Ah! Het vuur moet gestopt worden, want anders brandt het hele bos af. Ik haat deze lava. Dit is geen cool. Dit is niet cool. De lava verpest het allemaal. Nee. Deze boom moet even weggehakt worden, want anders kan het vuur verspreiden. Nee, dat hele bos. Kak. Nee. Doof. Ja, deze bomen kan ik echt niet meer redden, maar deze domme lava, hè. Het maakt me niet uit dat het een paar bomen afbrandt, maar als het vuur verspreidt, dan neemt het vuur al het hout en niet ik. Stop! We moeten de leaves breken dat het niet in contact kan komen. We moeten het gecontroleerd laten uitbranden. Die leaf. Dat is gevaarlijk, want als die boom in brand staat, is een leaf uit. Ah. Hoezo is die boom nog overleefd? Kijk die bomen daar dan. Oh, echt waar, hè. Toch altijd een serie. Ja, oké, deze bomen zijn gewoon weggesweept hier. Ja, dit hout kan ik maar even goed choppen. Echt waar. Voilà. En die houtblok, maar dat hout kunnen we er niet laten zweven. Dit is echt spijtig. Het is goed dat ik het nu heb gezien, want allee, die lava, dat gaat niks doen als je daar niet in de buurt bent om die... Ah, daar is het ook aan branden. Kijk. Echt waar, dit is het hele bos brandt af. Nee. En deze bomen die ga ik toch weghakken. Dat is niks van om te doen. Maar dat die het vuur verspreiden. Stop. Deze bomen zijn toch al te ver afgebrand. Maar stop met het vuur te verspreiden. Dat is het probleem. Ik hoor hier nog. Stop met brand te staan. Maar... Echt waar. Maar...
Was dat alles? Heb ik het bos gered? Ja, die blauwe blok, maar die gaan niet verspreiden. En de, ja, deze boom, ja. Nu is die boom die ik zei, die toch niet of zo. Waar gaat deze lava ergens van mij vloeien, man? Hoe lang duurt dit? Voilà. Is dit hier nog een source blok? Ik denk dat hier nog een source blok was. En wat is dit? Oh, dan is het lava. Echt waar. Tegen een bosbrand, hè. Als ik dit hier heb gecleaned, dan ga ik nog één grote boom hakken. Let's go! Hij is terug! Ik wist het. Al mijn vorige boot is het ook terug. Is hij ook teruggekomen? Allee, de boot. Maar nu is mijn boot en mijn hond ook terug. Oh, ik ben zo blij. Hè. Ik had al. Ah ja, dit is hoeveel hout ik trouwens heb. En de forest fire was ongeveer onder controle. Ja. Ik had al aan het denken van. Of ik nu het kind van de twee gele honden. Zo zou ik ze even noemen. Of ik die dan de navolgeling van deze hond zou zijn. Maar dat hoeft helemaal niet, want hij is back. Oh my god, dat vond ik echt sad. Dat zou ik echt sad hebben gevonden. Ik heb nog maar, denk ik, nog maar in één wereld gehad. Waar ik echt lang een hond had. En dat is denk ik een Axima. Had ik er wel, had ik een paar. Had ik een Big Mama hond. En ook nog een kleine babyhond. En ik heb het opnieuw gedaan. Waarom leer ik nooit van mijn fouten? En dit ga ik ook aan deze wereld hebben. Ik ga gewoon even terug zien of die kan respawnen. Ook aan deze wereld heb, is de random distance zo laag. En ook de coördinaten, die staan niet op. Maar ik ben echt te zien hoe ik dat moet doen. Want op Realm is dat gewoon zo anders. Ik kon dat niet kiezen toen ik deze wereld maakte. Dus dat vond ik wel raar. Ik moet dat eens opzoeken. Want je kunt zoveel dingen toevoegen op een realm. Je kunt een hele cubecraft zoals een wereld maken. Ja, kijk, daar is hem weer. Dus nu weet je wel hoe we dat probleem moet oplossen. Dus het zou me wel heel erg verbazen. Als je. Weet je wat, ik ga dit schapenvlees opeten. Het zou me wel heel erg verbazen als je geen coördinaten kunt opzetten. Of als je rendes niet kunt aanpassen. Dat zou mij wel echt heel dom lijken. Oké, dus hebben we een oplossing voor het botenprobleem. Moet gewoon even uit de random distance of zo gaan. Oké, okay, kom maar, Doggo. Allee. Niet bang zijn. Allee. Dank je. Oké, okay, dit is een hout wat ik heb. Ik ga nu denk ik even zien de outline van mijn huis. En ik ga nog een huis waar niet denk ik echt intensief eraan beginnen te bouwen. Maar ik wil dat gewoon al doen dat ik weet waar ik mijn andere farms kan zetten. Want wat ik wel intensief wil aan beginnen te bouwen is grote sugarcane farm, berry bush farm, vooral koeien farm. Gewoon dat ik eten heb, dat ik resources heb. En waar ik mijn netherport kan zetten en die soort stuff. Dat soort stuff. Want een huis is eigenlijk gewoon allez, iets storage. Waarom kan ik. Ik ben zo slecht in spreken. Hè. Uw storage. Dank u. En ook gewoon omdat het mooi is. De belangrijkste dingen gebeuren eigenlijk. Alleen meestal toch buiten huis. Dus ik ga nu even de outline bepalen. Nadat ik dit eten heb gekookt, wat ik per ongeluk heb weggestoken. Oké, okay, let's go. Oké, ik heb gehoord dat er bij Maarten heel veel paarden in de buurt zijn. En hij is net online on the realm. Dus we gaan met de wereldkaart, ik heb die niet voor niks gemaakt, gaan we naar Maarten toe. Hij is nog altijd buiten de map, ook al heb ik een 4x4 kaart. Maar... En dan ga ik naar Maarten, dan kan ik daar misschien een paard gaan halen. Maar kunnen paarden en boten? Dat is toch wat ik niet weet? Ja. Oké, bedankt. Dus ik ga even een boot maken. En dan gaan we richting Maarten. En dan zie ik jullie wel weer aan als een creeper. Als ik een goed paard heb gevonden. Oké, ik ga dus uitstappen omdat hier een kist is in het watermonument. Dus ik natuurlijk naar Maarten aan het gaan was voor een paard. En in die kist zit helemaal geen reet buiten treasure map.
En de bootglitch heb ik dus helemaal geen boot meer. Maar dat gelijk, bootglitch gebeurt ook gewoon als je normaal door je boot gaat. Hoe moet ik nooit? Ik weet niet hoe ver deze oceaan is. Zou ik het zwemmen? Zou ik Maarten vragen om mij te komen ophalen met een boot? Misschien is dat wel het beste. Terwijl ik hier in het water zit en Maarten komt mij hier redden, zoals je ziet, heb ik de allereerste drietand van de server. Woo! Daar ben ik echt wel blij mee. En ik heb ook de allereerste fishing rod. Die heb ik nog gekregen uit die onderwatertempel daar. En ook wat tarwe. En nu heb ik twee treasure maps. Serieel, uw plaats is ingenomen. Ik heb een nieuwe vriend. Nee! Dag. Ik wil die wandering traden. Ik wil de leads. Dag. Kom, kom. Harte man. Ik kom. Nee! Maarten, doe niet zo. Jij moet die vermoorden, want anders dan gaat mijn boot weg. Op naar Maarten zijn huis en we gaan een leuk paardje fixen. Oké, we hebben hier een ros gevonden. Die is helemaal zwart en dat vind ik eigenlijk wel cool voor een paard. Dus ja, hij is snel. Hij heeft oké veel AP. En springen is best wel slecht eigenlijk. Hij kan wel over fensen springen. Dus eigenlijk vind ik dat. Daar vind ik toch wel goed genoeg. Oké, nu moet ik heel voorzichtig zijn dat de boot glitcht, mijn paard niet wegglitcht. Want anders moet ik weer uit de dingen gaan. Allee, de boot mag wegglitchen bij mijn base. Want dan kan ik heel makkelijk die terug hebben door gewoon de andere kant van mijn base te lopen. En dan. Ja. Oké, we zullen nog wel zien wat ermee gebeurt. Ik hoop dat hij veilig thuis raakt. Oké, hier is hem, het nieuwe huisdier in de familie. Mijn paard. Maar ik heb hem even niet nodig, want ik ga nu de outline maken van mijn huis. Eindelijk. Want dat paard heeft me echt heel lang gekost. En ik heb ook Maarten een pink sheep gefixt in the meantime. Maar ik heb ook heel veel sugarcane gevonden, dus we kunnen 40 nieuwe sugarcane planten aan onze sugarcane kust. Ik vind het echt wel nice. Ik zet echt super veel sugarcane. Oké, hier kan ik een plant, want dit is sandstone. Dat is echt super irritant. Misschien kan ik daar nog iets aan gaan doen. Oké, we gaan er nu iets aan doen. Sandstone, jij moet weg. En dan verander ik gewoon random 3 zand in 3 sandstone. Kijk hier zo, 1, 2, 3. Boom, boom, boom. Oh ja, wacht. Ik heb veel meer zand nodig natuurlijk. Want zand is een van de enige blokken waar zwaartekracht op werkt. Weet je wat, ik ga het gewoon zo laten. Voor mij is het ook goed. Zo, nu kan ik nog 15 extra sugarcane. Dit is echt te gek. Voor woorden van sugarcane die hierop staan. Wow, dit is insane. Dat moet ik naar Maarten doorsturen in een screenshot. Oh, wacht. Ik vergeet het. Ik ben echt. Ik heb echt eten nodig. Er is nog sugarcane gegroeid. Die kunnen we ook gaan planten. Ik denk dat één oogst van deze sugarcane formule toch wel goed gaat zijn voor tenminste een half enchantment table hoor. Als dit allemaal volgroeid is. Oh. Zal ik dat eiland ook nog sugarcanen? Nee, want ik wil het aan de kust houden. Kijk dit dan, man. Kijk hoeveel sugarcane hier staat. Dus. Ik ben echt blij. Oké, maar nu ga ik de outline maken van huis en dan kan ik ook beginnen aan een koeienvorm. Dan kunnen de enchantment table monies echt beginnen binnen te rollen, maar ik ga eerst eten. Dus dit is de outline van het huis ongeveer. Even dit hier invullen. Kijk, ik heb wel veel blokken laten liggen. Dus hier, dit is de outline. Dus nu weet je perfect waar we de farms kunnen doen. Maar hier kunnen we ook niks in doen. Want ja, voor het huis, dat gaan we niet doen. En ik moet ook zo'n ingangetje. Ik ga denk ik gewoon nog al de foundations maken. En dat is gewoon cobblestone ga ik doen. En dan kan ik denk ik beginnen aan een koeienfarm. Want die wil ik ook wel heel graag. Of we kunnen afwisselen met mossy cobblestone, dat lijkt me ook wel nice. Oké, maar ik besef nu pas dat ik totaal geen cobblestone heb. Dus ik denk dat ik cobblestone moet gaan hakken. Mijn pick is bijna kapot. Dus kijk, dit wordt dan zo het fundament. Oké, ik ga een nieuwe pickaxe maken. En ik heb je nog niet laten zien hoe snel mijn paard eigenlijk is. Want ik wil mijn paard nog geen uit als ik voor cobblestone te gaan hakken. Kijk. Het is wel een snel paard. Het is echt wel een snel paard. Ik ben er echt blij mee. Oké, Mr. Paard. Aan hier maar nog een beetje. Want ik moet eerst nieuwe pickaxe maken.
En ik heb één blok op het fundament niet moest, ah, jawel, dat moest wel. Oké, fantastisch. Cobblestone time. Oké, het fundament staat van cobblestone en dit hier wordt ingevuld met dirt. Ik heb hier ook wat overgelaten, want dan kan het gras zeg maar hier op klimmen. Want dit worden zo kleine terrasjes. Hierboven komt wel alleen een echte vriend waar je echt op kunt wandelen. Maar dit hier, dus dit wordt gewoon een terras. Dus ja, ik kijk er dan naar uit hoe dit gaat worden. Maar ik denk dat ik nu eerst een koeienvorm ga maken. En ik denk dat ik dat hier in de bek ga doen. En ik denk dat ik hier dan een gigantische tarenvorm ga maken. Dus ja, let's get to work. Ik heb toch ook wood genoeg. Ik heb heel veel nodig voor het huis. Echt heel, heel, heel veel. Ik heb gekeken. Niet normaal. Maar ik kon niet zo'n super lelijke normale fence ding maken. Ook wel iets speciaals. Maar er moeten ook natuurlijk wel fences in zitten. Oké. Hier. Maarten en ik hebben een wereld, alleen nog altijd, maar we spelen daar niet meer op. En daar hadden we eigenlijk al hele mooie dieren, pens en vorm, die had Maarten gemaakt en dat vond ik eigenlijk wel mooi. Ik wil dat niet kopiëren, maar ik wil gewoon geen droge, goede vorm. Kijk, dit ziet er al leuk uit, maar dit is het nog niet hoor. Ja, ik ga wel slapen, Maarten. We zoiets gaan maken. Vind ik dat meteen. En dan zo slabs erop. En dan hier zo een poort. Ik denk dat ik de poort hier ga maken. Misschien is dat al beter. Zo dan. Ja, oké. We zullen er morgen wel over nadenken. Eerst even slapen. En nu ben ik al blij, nu weet ik waar het huis komt, nu weet ik welke plaat ik kan gebruiken. En nu is Maarten weer niet aan het slapen, hè. Toch altijd mijn serie, Emily, jongen. Oké, de sugarcane is echt hard aan het groeien, daar ben ik blij mee. En zoals je ziet, het gras begint hier al op te komen op de stukjes. En dit is er van aan het komen, van de koeienpen. Hier moeten nog trapdoors op komen in het midden. En ook nog een paar lantaarns. En ja, de dak moet natuurlijk nog af. Maar ik vind het op dit moment, ik vind het wel leuk. Ik wil niet zo'n armzalig hokje maken met alleen maar fences of zo. Ik wil iets leuks en dat hebben de koeien wel. En wat ik ook iets wil gaan doen, ik wil even een hele hoop torentjes gaan maken. Alleen een hele hoop. Genoeg torentjes gaan maken. Dat even geen monsters meer bij mij spawnen. Want heel vaak is er op deze server, vooral mij, dat is het, vroeger, nu is dat niet, eigenlijk niet zo heel veel meer. Dat je eigenlijk niet meer kunt, dat je niet kunt slapen. Dat iemand anders niet kan slapen. Oké, er is wel genoeg torches, denk ik. En dan. Ja, dan is het altijd mijn serie, want dan zit je altijd met die monsters opgescheept. Ik ga zien hoe ver ik al kan komen met een stack torches. Ik heb een deal gesloten met Maarten. Ik ga hem een full setje iron geven. Dat is een zware deuk in onze iron dingen. Maar ja, hij gaat me er wel veel hout voor teruggeven. Dus daar ben ik wel blij mee. Kijk, hier. Hier spawnen echt veel monsters. En ik ben al 30. Ik weet niet wat ik al had gezegd in de vorige clip, maar dat is ook gebeurd. En ik heb nu 2 tanden, want ik heb er nog één gevonden, van gepikt van een of andere drone. Ik heb geen flauw idee waar je woont, hè. Ah, hier zijn heel veel torches. Oké, ik ben er al. Oh, voilà. Maarten is er voor de deal. Hopelijk gaat mijn boot niet weg. Nee, hij is weg. Bij mij is hij niet weg. Wel. Maar ik ga die gewoon hakken, want dan kan ik jullie gewoon teruggeven. Dat is nog een extra burtje. Kijk, dit is toch veel beter, hè? Kijk, ziet je? Er komen nu al ongevraagde skeletten, hè? Het ziet er nu al veel beter uit dan op de vorige. Ik zie het tenminste. Oh, laatste. Ze zijn aan het vechten met elkaar. Die gaat er winnen. Ik denk dat de rechts gaat winnen. Hey, vallen. Fantastisch. Hey, kijk even naar mijn koeienhuis. Is nog een guy met een 3-tand. Ik wil ook zoiets. Maar ik moet toch wel het dak afmaken natuurlijk, hè. Er komen nog wat details. Kom aan. Nee, de derde 3-tand niet. Spijtig.
Oké, okay, maar jij was hier voor de deal van de Iron Armor. Ik heb ook nog, maar ik weet het. Ik weet het. Weet je iets? Ik geef u hier al sowieso de 32 van deze. En de 32 van deze. Mag jij me nog extra geven, heb ik gehoord? Ja. Als ik maar... deze extra 4 geef, wil ik een pompoen. Deze extra 4. We hadden afgesproken 3 sugarcane. Voor de pompoenen dingen. Geef me gewoon nog de rest van de spruce wood en ik geef je een halve stek koper plus de beetroot plus de pompoen. Oké. Okay. Oké, okay, drop het maar. Fijn deal, fijn deal. Ik stond op mijn kist. Ik merk dat het niet was. Oké. Okay. Hier is de beetroot seed. Ik ga even zoeken naar die pompoen seed, want ik heb hier zoveel... stuff. Hier is hem, hier is hem. Oké, okay, 1 pumpkin seed. En nog een halve stek koper en dan is de deal rond. Oh, ik zei 1 pompoen. Oh, een hele pompoen. Ja, is dan is 4 seeds dan ook goed? Ja. Dat is 1 pompoen. Oh, achter u, achter u! Loop, 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 loop. Creeper. Ik heb een diamond sword, weet of zo. Cool. Oké, okay, Maarten. Hier zie je dat het niet ergens invalt. Kom hier even. Hier is de koper. Hier is een beetroot, hier is een pumpkin seeds en hier is een rotte fish. Waar is full iron? Ah ja, full iron! Die, nee. Zit in deze, die zit in deze kist, die zit in deze kist. Nee, ja, daar ga ik echt snel van opzien. Als ik het niet had gemerkt. Ah, hier is je boot ook. Hé, hey, dit is de eerste keer dat ik deze doggo tegenkomt. Hallo. En mijn andere twee doggo's, die zitten hier. Dat zijn mijn vechtdoggo's, die gebruik ik altijd om te vechten. Gaan. Nee, ze worden goed voor toetels, ze krijgen goed eten. En vechten vinden ze heel leuk. Eigenlijk heb je dus twee... ouch, wat is dat hier? Skelet. Eigenlijk heb je dus twee... wat is een echt vechtras? Welke ras vecht je op een hond? I don't know. Ik ben geen hondexpert. Eigenlijk heb je één labradoodle. Labradoodle. Dit is een lama. Leuk. Dat is wel niet veel mooi. Nee! Oké, oké. Maar ik heb zeker staan aan bod. Oké, maar de stam... Wacht, nee. Kom hier maar even slapen, want ik heb geen zin om heel lang niet meer te kunnen slapen. Oké. Okay. Dit is een design dat ik heb gemaakt. Voor de koeien ding. Ik ben best wel blij mee. Alleen het dak is iets puntiger dan ik het eigenlijk zou willen. Maar als ik het niet zo puntig had gemaakt, dan had ik geen mooie lantaarn midden kunnen doen. Vind ik wel goed zo. Ja, nu is het natuurlijk tijd om de koeien überhaupt erin te gaan krijgen. Maar ja, ik heb geen enkele tarwe. Dus we moeten ook nog wel een tarwevorm sowieso hierna gaan maken. Oh, wacht. Maarten heeft mijn lead nog altijd niet terugbetaald. Ah, jawel. Waar is die lead dan? Oei, ik ben die lead kwijt. Oké, okay, dan moet ik het maar met één lead gaan doen. Oké, okay, alle koeien zitten hier veilig en vast. We hebben er 4, maar ik heb denk ik maar 1 tarwe, dus we zullen ze niet kunnen breeden. Spijtig genoeg. Maar wat we wel gaan doen is deurt verzamelen. Want ik wil hier een grote tarwevorm maken. Dus daar heb ik ook heel veel hout voor nodig. Ik denk eigenlijk, ik moet echt superveel hout verzamelen ooit nog een keer. Dus hier wil ik een grote tarwevorm maken, maar ja, dat moet natuurlijk dus allemaal... Van dirt zijn. Dus daar gaan we nu aan beginnen. We gaan een nieuwe schop maken. En dan gaan we even een plaats zoeken. Waar er veel dirt is. Allee, hier is overal is veel dirt natuurlijk. Maar ik bedoel... ja, waar ik kan hakken zonder dat mijn omgeving hier super lelijk er gaat uitzien. Dus ik even... Een nieuwe schop maken. Hier, caving table, voilà. Al de rest mag hier terug worden ingedumpt. Oké, okay, en ik weet waar de andere lead was. Ik heb er nieuwe gemaakt, maar natuurlijk, ik had mijn paard vastgemaakt met een lead. Dom van mij. Oké. Okay. Ik denk altijd dat Maarten super dichtbij is, maar dat is totaal niet. Dat is gewoon... Oké, okay, ik ben even aan het kijken op mijn kaart waar ik heel wat dirt kan hakken zonder dat...
iets gaat uitmaken. Misschien in het bos. Maar waar? En als ik oversteek misschien. Ik heb een paard niet meer in, want dan is er heel gedoe met dat water. Want ik zie me niet zo snel iets hier gaan bouwen. Hier wil ik graag de villetjes hebben. Zo aan de overkant van mijn beest, dat zou wel leuk zijn. Grappig. Maar hier in de Birch Forest denk ik niet dat ik iets ga doen. Ik buiten misschien hout hakken als ik... Maakt niet uit welke kleur hout het is, dan kan ik hier wel hout gaan hakken. Dus misschien is hier wel een plaats, want dit is echt gigantisch groot. Het zou me niet verbazen als dit eigenlijk geconnecteerd was van Maarten zijn land ook. Als hij dan al een boog maakt. Hier, maar dat is heel moeilijk. Oké. Ik denk hier, deze berg. Oké, let's get to it. Ik heb 1, 2, 3, oh ik moet snel zijn. 1, 2, 3, 4, 5 stacks en 16 dirt. Ik denk niet dat ik dat allemaal nodig heb voor de terraform, maar natuurlijk, ik heb... Dirt is altijd wel handig om te hebben. Zeker, ik vind het echt niet leuk dat daar zo super veel zand is. Maar dat kunnen we nog altijd fixen. En ik moet er sugar genoeg aan gaan oogsten. En ik moet er snel een terraform maken, want een shopping table komt er niet vanzelf. Waar is deze boom? Hier is nog een random stukje van een boom. Ik ga natuurlijk eerst gaan slapen. Vroeger denk ik altijd dat het zo super lang duurt. Voordat ja, dirt gras wordt, maar nu, het lijkt niet zo lang hoor. Nu is het maar gewoon. Gewoon even een paar Minecraft dagen. Oké, tijd om te gaan slapen. Oké, maar ik kan niet slapen. Dan kan ik al eerst maar even mijn dirt wegsteken. En zo. Ja, ik weet het, ik ben op dat moment sweet berries aan het eten. Maar. Ik heb niks anders. En Maarten kan ook nog. Maarten kan niet slapen. Spijtig. Ik ga mijn sugarcane farm doen. En ik ga zien hoeveel het mij al oplevert. Oké, Maarten is aan het slapen. Ja, ik ben er net mijn sugarcane farm aan het doen. Subiet. Wacht nog even. Ik krijg echt veel sugarcane uit. Want het is nog niet eens helemaal gegroeid. Nog niet eens elke sugarcane is één keer gegroeid. Eigenlijk. Dus het grote aantal niet. Maar sommige waren al helemaal volgroeid en dan kan ik toch moeilijk die sugarcane laten verspillen. Boom. Sorry Maarten, ik weet dat je me hoort. Ik moet nog even 4 sugarcane verzamelen. Voilà, en dat is dan precies een stack sugarcane van de eerste oogst. En nu gaan we terug naar ons huis. Boom. En nu kan hij weer niet slapen. Let's go. Oké, nu is iedereen aan het slapen. Eindelijk. En nu wordt het tijd om de vloer van mijn huis al te gaan maken. Want ik wil zo snel mogelijk weten waar ik mijn enchantment table kan neerzetten. Even vertellen. Hoeveel boekenkasten heb je nodig? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 boekenkasten. Als ik niet mis ben. Dus ik ga even zien hoeveel... Ik wil kan maken, want ik heb 35 leer hierin steken. Is dat alles? Hier nog leer. Hier leer. Hier. Ah, hier nog 2 leer. Heb ik nog ergens papier? Ik denk het niet, want ik heb heel mijn kaarten ding. Hier is nog 1 papier. En hier is geen papier. Okay, dus hoeveel boekjes kan ik maken? 21 boekjes. Oké, dat is wel... Dat is wel nice. Waar zet ik al mijn oakhout henen? Waar zet ik al mijn oak henen? Heb ik dat nu al zo snel opgemaakt van Maarten? Dat kan niet, man. Oei, oei. En ik heb zoveel nodig voor mijn vloer. Oké. Sorry voor de langdradige clip, maar ik wil eerst weten hoeveel boekenkasten dat zijn. Allee. 7. Maar is dat genoeg hout? 7 boekenkasten precies. Dat is al heel goed op weg. Oké, ik denk dat we nu al gaan beginnen aan de vloer. Van de ding. En dan ga ik al plannen maken voor de terraform.
Oké, dit is ongeveer mijn design. Dus waar de gaten komen, moet het water komen. Hier moeten zo trapjes omhoog komen. En er komen trapdoors in de zijkanten. En ik denk wel dat ik dan een redelijke tarrevorm heb. Maar die lijkt zo. Het lijkt zo klein. Daar kan ik ook misschien meer rondmaken. Kijk zo. En dan kan ik dit platform. Heb ik ook een excuus om dit platform uit te breiden, omdat anders het niet uitziet. Kijk, dan heb ik hier zo trapje naar boven. En dan kun je gaan alle lagen van de terraform. Moet ik eerst nog deze hier groter maken. En ook ronder. De mooie grote terraform worden. Zo vind ik wel oké. Ja. Dit is toch wel een grote terraform. Ja, ik vind het wel oké. Ik heb nog nooit zo'n vorm gemaakt. Ik denk ook niet dat op iets gaat trekken. Maar we kunnen toch tenminste proberen. Ik ga nu bezig met de details. En dan zetten we dit water hier. Of we kunnen het verspreiden. Want dat is misschien hier. En hier ook nog. Voilà. Dan gaan we hier ook even doen. Voilà. En hier het ene water lijkt me al genoeg. Oh nee, toch niet, want dan doen we hier zo. Dan doen we dit dicht. En dan dit water doen we hier. En hier ook in de hoek. En dan doen we dit dicht. Oké, dit lijkt me al oké. Terraform. We gaan nu gewoon het mooier maken. Even van een afstand kijken. Ja, weet je wat? Ik ga het gewoon mooier maken en dan gaan we zien. Oké, er zijn grote veranderingen. Ik heb mijn vloer erin gedaan en ik heb al een basis voor de towerform gemaakt. Dus ik heb echt zoiets anders nodig dan het beste. Dus ik denk dat ik even gewoon zowiede super hard ga vissen alsof mijn leven ervan afhangt. Want ik heb echt eten nodig en ik heb net zo'n leuke fishing rod. Maar dus, en hier moeten nog gewoon trapdoors op komen. En ik denk dat ik dan wel een eigenlijk nog wel een redelijk mooie tarrevorm heb. Ah ja, en als je het je afvraagt, oei oei. Het is uren duren, want ik heb ook te lui om een nieuwe bijl te pakken. Dit moet ook nog worden veranderd in logs natuurlijk. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Oh ja, dit moet ook nog weg, maar daar had ik de bijlkracht niet meer hoor. Boom, boom, boom. Moet ik even rap doen, want echt waar. Soms zijn trapdoors zo irritant. Ze duren zo immens lang om te hakken. Maar je kunt ze zo makkelijk verkeerd plaatsen. En ze kosten 6 hout. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal duur, hè. Ze zijn wel heel mooi. Zie je, dit bedoel ik dus, hè. Dit is gewoon zo'n tanden aan trapdoors. Nu heb ik niet veel kans dat ik ze verkeerd zet, maar wel heel veel kans voor al de andere foute dingen die kunnen gebeuren. Voilà. Moet ik gewoon nog dit hier van hout gaan maken, dan kunnen we beginnen met alles in te vullen. Maar ik denk dat dat zorgen zijn voor morgen, want de video is best wel lang. We hebben echt veel gedaan. We hebben een paard. We hebben 2 deals gesloten met Maarten. Voor zijn paard, alleen maar dat is niet echt een deal. En voor het Iron Armor. We hebben een mooie koeienfarm gemaakt. We hebben een heel groot fundament van het huis al klaargekregen. Als je gaat zien aan het begin van de video, is dat echt immens gegroeid. En dan hebben we hier de tarwefarm. Die wordt gemaakt. Dus ik ben er echt wel blij mee. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Doei doei!